Vice-president Ronnie Brunswijk vindt dat de verruwde criminaliteit in het achterland te danken is aan slechte investering in criminaliteitsbestrijding. Voor aanvang van de Raad van Ministers zei de functionaris dat hij vele malen aan de bel heeft getrokken en nu de poppen aan het dansen zijn. Ik zit in de regering en wanneer jij kennis hebt van zaken wat betreft binnenland en het wanneer gaat over veiligheid, dan kan ik daarover praten. En wanneer je aangeeft dat dit de situatie is en men wil niet luisteren en je krijgt dit, je wil niet investeren in veiligheid, dan krijgen we deze, krijgen we de poppen aan het dansen. Je ziet wat er gebeurt op klaarlichte dag dat mensen gewoon met automatische wapens schieten, iedereen rent enzovoort. En dan wordt niet opgetreden. Volgens Brunswijk is hij de persoon die informatie kan geven over de aanpak van criminaliteit in het achterland. Hij stelt dat zijn vele adviezen maar niet serieus genomen worden. Er moet volgens de vicepresident een eind komen aan de angstwekkende situatie in het achterland.